Ja, ik moet het even hebben over Wouter de Winter, ja, van de Telegraaf. Nou, die krijgt nou ineens een hoop bagger over zich heen. Vrienden, ja, ik denk bij mezelf, dat slaat nou helemaal nergens op. Nee, luister eens even, ja, waarom ik het nu moet gaan opnemen voor Wouter de Winter weet ik ook niet. Maar dat is wel zo, want kijk, hij krijgt te horen vanuit de formatie hoe Omtzigt zich heeft gedragen de afgelopen periode. Dat heeft Wouter gehoord. En Wouter die geeft dat door. Dat is als journalist goed werk. Want als het mij was verteld, vrienden, ja, dan had ik het ook gepubliceerd. Ja, 100%. Wat denk je nou? Wat nu zegt iedereen over Wouter de Winter? Ja, dat is karaktermoord. Dat mag helemaal, het is allemaal boulevardpers en zo. Het is allemaal geroddel wat hij schrijft en wat hij vertelt. Nee, vrienden. Dat is veel te makkelijk. Ja, want als dat zo zou zijn, hè, dan had er al lang iemand heel hard aan een bel getrokken. Of was er al een rechtszaak begonnen tegen Wouter de Winter. Geloof mij nou maar. Ja. Want Plasterk had al lang gezegd van, ja, er klopt helemaal niks van wat hij daar verteld heeft. Of dan had Caroline van der Plas al lang een keer ergens gezegd, nee, dat was helemaal niks huilbuien of raar gedrag van Omtzigt. Ben je gek? Dat is allemaal gelul van Wouter de Winter. Dat hebben we toch niet gehoord? En Omtzigt zelf hebben we al helemaal niet gehoord. Want die zou dan gelijk dan toch ook een rechtszaak beginnen? Of zijn partij? Nee, vrienden. Vrienden, al die mensen die nu over die Wouter de Winter heen vallen. Hé, hou er mee op!